Hallo, het is 1 oktober, dacht ik. En ik ga even sporten. Nou ja, roeien. Doe dit. Roeiapparaat. En ja, dat ga ik nu dus eigenlijk doen. Daarna ga ik douchen. En dan ga ik beginnen met sporten. Dat is tot nu toe mijn planning. Oh ja, en vanmiddag gaan we paardrijden. Zo. Maar ik ga eerst even roeien. En dan zie ik jullie daarna. Ik heb lekker geroeid. Kijk. Oh. 50 calorieën verbrand. Dus dan ga ik nu nog even douchen en dan ga ik aan school beginnen. Dus ja. Tot. Ik heb best wel veel van school af. En ik heb trouwens, we waren eergisteren bij de tweedehands winkel. En toen heb ik deze hakken gekocht. Ik weet niet meer waarom. Ze waren gewoon grappig. En ja, ik wil dat even zeggen. En ik kan er niet op lopen. Wat best wel lucht is dat. Check dit hoe groot. Het is even groot als mijn hand. Groter zelfs. Nou, ik voel me nu echt groot. Normaal is het zo. Denk ik. Nou ja, ik ga voor de rest. Ik moet nog 2 vakken, dacht ik. Of nee, 1. En dat is wiskunde, dus daarmee moet ik papa helpen. En voor de rest ga ik vandaag nog paardrijden. En ik ben mijn laptop is bezig met uploaden. En we hebben een most likely to tag gedaan gisteren. Die staat waarschijnlijk al online. Dus ik zet even het linkje in de beschrijving als je wil zien. Het was met mijn familie. Dus dat was best wel leuk. En ja, voor de rest. Ja, dat was het dus eigenlijk. Hallo, het is 2 uur vandaag. Nu. Dus het is al middag. En ik heb vanochtend alleen maar school gedaan. Ik heb 2 toetsen gehad. En we gaan nu naar de tandarts. Yay. Maar ja, dat is eigenlijk, dat wilde ik vertellen. En ik heb gisteren een grootdrank gekocht, maar ik ga. Oké, hallo. Ik weet niet welke dag het is, maar ik vlog weer een keer. Hallo. En papa en mama zitten nu buiten. Ik zit super lekker jas. Nou, dan niet. Maar, want ik heb het koud, want we zitten buiten met Jan Versteegh. Waarschijnlijk kennen jullie hem wel. Want het gaat over een nieuw project waar hij mee bezig is. En ja, voor de rest heeft Jord vandaag zijn feestje. Hij is in februari jarig geweest, maar nu pas viert hij het omdat nu lekker weer is en ze gaan zwemmen en ze gaan weet ik veel allemaal doen. Dus dat. En ja, eigenlijk is dat het. Ik zoek nog steeds mijn jas. Ik heb geen idee waar dat ding is. Nou ja, voor de rest ga ik niks doen. Oh ja, ik ga nog naar de winkels, want ik ga nog voor het vliegen naar Curaçao, wat over 2 dagen is, dacht ik. Nou ja, daarvoor ga ik nog eten kopen. Natuurlijk, je moet wel eten hebben. Dus ik ga Maltesers kopen, een zakje. En ik ga chocoladepepernoten kopen. En nog caramelblokjes of zo. Ja? Ik zit te vloggen, maar oké, nou. Je wordt een beetje gek aan het doen. Oké, nou, ja, dat is. Dit was een illuminatiemuziekje. Oh. Oké, dus ik doe vrij weinig nu de hele tijd. En het is, ik weet niet hoe laat het is ongeveer. Wow, als ik zo'n knot heb, weet je hoe groot dit is. Maar ik heb echt een zin in Curaçao, want ga ik van die flex nemen. Van die braids, ik zal hier wel een foto laten zien. Hier. Nou ja, en dat wil ik dus. Dat lijkt me zo freaking cool. Wel een beetje raar. Ben ik raar? Nee. Hetgeen wat ik op Curaçao ga nemen van die braids. En dat wil ik het liefst met extensions erbij. Zodat ze langer en dikker zijn en meer. Want, wacht, het wordt gepraat. Maar ja, ik ga verder en ik zie jullie wel een keer wanneer ik daar zin in heb. Oké, ik heb dus lekker tosti gemaakt. Ben ik nu mee bezig. Jan is al weg trouwens. En ja, sorry, ik had pas later bedacht van, dan kan ik een timelapse neerzetten en dan zie je zo dat we praten of zo. Maar dat bedacht ik dus later, pas later, dus sorry. Maar ja, ik zoek met mijn laptop om te editen. Maar ik weet niet waar die is. En nu zit mijn tosti in de tostiijzer, dus ga ik met die tosti eten. Er zijn al 2 kindjes van het feestje van Jord. En ja. Voor de rest ga ik vrij weinig doen. Dus. Mama, ik weet nog steeds niet waar mijn laptop is. Zo, even mijn tostietje ophalen. Zo, die is op zich wel lekker. Zo. Even omdraaien. Zo, heel even in de tostiijzer. Oké, ik heb een heerlijke tosti. Met kaas en kipfilet. Hij is aan het smelten. Voor de rest ga ik nog een beetje inpakken. Voor Curaçao neem ik nog niet inpakken. Maar de andere spullen wat ik niet meeneem, doe ik in een doos. En die gaat daarachter, naar het huisje. Ja, je ziet het niet, maar daar. En dat ga ik dan dus inpakken. En ik weet nog niet of ik een koffer mag of een tas of Oké, hij is klaar. Vrij klaar. Oké, ga even oppakken. Oké. Klaar. Wacht heel even. Stekker eruit. Ja, veel rook. Tosti. Dus dit is... Dit is wat ik allemaal meeneem naar Curaçao. En misschien moet je er nog dingen weg. Maar dat is dus mijn kofferbagage. En dan is deze tas nog helemaal gewoon met handbagage. En daar gaat ik mijn laptop in en mijn telefoon. En allemaal dingen wat ik gewoon tijdens de vlucht ga gebruiken. Oh, een shirt. Maar die neem ik niet mee, want die is lang mouwen. En ik heb al mijn kleding klaargelegd voor tijdens het vliegen. Dus dat eigenlijk. Ja, maar nu ga ik denk ik even editen. Of proberen te editen. Eerst moet hij opladen. En voor de rest weet ik het niet. Goedemorgen. Het is 8 oktober dacht ik. Of 7. Ja, in ieder geval. We gaan vandaag naar mijn oma. Die is jarig. Dus dat gaan we doen. En voor de rest moeten we natuurlijk nog dingen doen voor Curaçao. Want morgen gaan we naar Curaçao. En oma viert haar verjaardag aan het strand. Dus ik ga natuurlijk mijn zwemspullen aan doen en dan ga ik lekker zwemmen. Voor de rest, ik heb zoveel zin in morgen. Oh ja, ik heb trouwens gisteren snoep gekocht. Ik zal even laten zien wat. Deze. En die karamelfudgeblokjes. Maltesers. Oké, die vier. Tonygreep. Melk, karamel, zeezout. Deze had ik van oma gekregen. Dit fondant, dat doe ik altijd over de Maltesers. En dit hebben we bij de tandarts had ik meegenomen, want dit is handig voor Curaçao. Ja, ik ga me even omkleden. En dan zie ik jullie zo meteen. Oké, dit had ik aan tijdens het slapen. En dit heb ik nu aan. Ik heb gewoon een rood shirtje, roze. Ik heb mijn bikini aan. Ik heb gewoon een spijkerbroekje en een koelkast en spijkerjasje. Ja, spijkerjasje. Een blouseje bedoel ik. Truitjes. Die moet ik nog even aandoen. Kijk of het lukt. Zo. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. En dan heb ik morgen, voor morgen heb ik het al neergelegd, want dan gaan we vliegen. Dus dan wil ik op zich wel een chille outfit aan. Ik heb dit shirt. Hier met een roosje en zo'n knoopje. Ik heb gewoon een joggingbroek. Ik heb een horloge. Geen idee waarom, maar ik vond het wel leuk. Ik heb mijn pet. En ik doe dit spijkerjasje aan, want als we weggaan is het... als we wegvliegen is het 8:30 's ochtends. Dus dan is het nog best wel koud. Dus ik dacht van, dan neem ik gewoon een spijkerjasje mee voor als het te koud is. Oké, we zijn op het strand in Katwijk met Pien, weer. Alweer. En we zijn aan het... Kijk, ik heb dat er ook bij. Leuk. Aan het verven voor oma. Ja, dat en is ik heb nu dit. Kijk, en ik heb heel weinig nog, maar... En Pien wordt nog mooi. Dit. Wordt nog mooi. Dus, ja, en dan ga ik met allemaal... Oh ja, mijn been. Met allemaal kleurtjes. Ga ik zo allemaal sprietje. En dan schrijf ik met zwart I love oma. Nou ja, I hartje oma. En dan doe ik dat met lijm eroverheen. En dan met zand. Zo in het zand drukken. Maar ik wil ook met zwarte spetteren eigenlijk. Ja, dat doe ik misschien ook wel. Maar eigenlijk had ik de achtergrond zwart moeten doen. Oh ja. Nee, want dan kan donkerblauw zie je dan niet meer goed. Ja, oké, dat is waar. Nou ja, maar wij gaan even verder.